Camera Raw kent ook een kloonfunctie en als we daar even naar gaan kijken, dan zul je zien dat het eigenlijk ook vrij eenvoudig is. Klonen. Wat houdt het in? Als je kijkt naar deze foto, dan zie je dat ik wat last heb van stof op de sensor. Er zitten allerlei kleine puntjes in. En dat zijn vervuilingen op de sensor die vooral bij hogere diafragma's in beeld komen. En die zijn in camera Raw eigenlijk best makkelijk weg te werken. Ook in gewoon Photoshop, maar goed, daar gaat het niet over. Ik heb al eerder een keer een filmpje gemaakt over klonen in Photoshop. Klik even op de link als je dat wil zien. Maar ik beperk me hierbij tot camera Raw. De kloontool vind je hierboven en die heet Vlekken verwijderen. Wat je dan krijgt, dat is een rondje met daar een klein stippellijntje omheen. En hou je de muis ingedrukt, dan kun je dat rondje veranderen. En dat zie je ook rechts in de sliders, de grootte. En daaromheen staat de waarde Doezelaar. En Doezelaar is eigenlijk het gebied buiten de kwast wat het verloop heeft naar de rest van de foto. Zet ik hem bijvoorbeeld groter, dan gaat hij naar meer kijken. En zet ik hem kleiner, dan kijkt hij naar bijna niks. Eigenlijk is het uh, een, een beperking van de grootte aan de binnenkant. Want je ziet dat de ring zelf buiten, die blauwe, die blijft ongeveer net zo groot. Maar het zwarte ringetje binnenin, dat wordt steeds groter. Wat is mooi waard om vast te houden, ergens rond de 50. En de grootte, die houden we relatief klein. Nou is het de bedoeling dat we dingetjes gaan verwijderen. En dat doe je heel simpel, je klikt er gewoon op. En klaar. En je ziet dat er twee rondjes bij komen. Een groene en een rode. Nou, de rode is waar we net op geklikt hebben. Daar hadden we een stofdeeltje. En de groene is het uh, gebied waar Photoshop naar kijkt. En dat heb je bijvoorbeeld ook bij deze. Dan zie je dat er een tweede groepje voorbij komt. Um, ga je erboven hangen, dan kun je hem bijvoorbeeld verslepen. Dan zie je dat mijn stofdeeltje weer terugkomt. En als je de groene versleept, dan ga je in het uh, brongebied. Of het, uh, uh, het gebied waar Photoshop naar kijkt, ga je verslepen. En omdat we met een vrij kleine kwast werken, valt dat allemaal wel mee. In principe berekent camera raw zelf waar naar uh, gekeken moet worden. En dat doet hij op zich vrij goed. Ik heb nu in dit gebied een aantal stofdeeltjes weggehaald. Maar het kan natuurlijk nog erger. Je kunt ook hele dingen weghalen. Stel bijvoorbeeld deze lantaarnpaal. Ook nog meer stofdeeltjes. Ik moet binnenkort echt even de camera een keer schoon laten maken. Want het begint wel erg te worden. Maar deze lantaarnpaal bijvoorbeeld. Als we die weg willen halen. dan maak ik een wat grotere brush. En ik pak bijvoorbeeld een, een zachtere doezelaar. En ik schilder er gewoon overheen. En Photoshop zoekt weer een eigen gebied uit. Waarmee het uh, camera zoekt weer een eigen gebied uit waar het de bron vandaan haalt. En je ziet in het dak dat dat eigenlijk niet zo geweldig gaat. Ik kan natuurlijk nog zeggen van ik ga hem iets verplaatsen waardoor het dak wat lager komt. En dat hij wat beter aansluit. Maar je ziet ook met de bomen, uh, omdat hij kijkt naar de omgeving, dat het met de bomen ook misgaat. Nou, het voordeel is dan dat je in plaats van retoucheren, waarbij er gekeken wordt naar de omgeving, ook kunt zeggen van hé hey, ik wil het klonen. En dan kijkt hij dus niet meer zozeer naar de omgeving en dan blijven de bomen wel netjes. In principe is dit op zich ook niet al te ingewikkeld. Wel zonder om die lantaarnpaal weg te halen, want het is by far de mooiste lantaarnpaal op de foto. Zou je nu alle stofdeeltjes af moeten gaan? Ja, dan ben je erg lang bezig. Want als ik bijvoorbeeld hierboven inzoom, dan zie je al dat er een hele hoop zitten en uh, ga je dat allemaal aanstippen. Ja, dan ben je gewoon wel even een paar uurtjes zoet. Um, zijn er snellere manieren voor in Photoshop? Vind ik het eigenlijk wat makkelijker om te doen dan in camera RAW, maar nogmaals: het gaat om het principe en niet zozeer om ja, om, om de handigheid. Heb je nou heel veel last van stof? Maak je camera schoon, laat je camera schoonmaken. Dat kan ook het bedrijf daarin, bijvoorbeeld is Chip Clean in de buurt van Nijmegen. Die doen dat gewoon beter dan dat, uh, dan dat ze dat bij de reparatiediensten van, uh, van de fabrikanten Nikon of Kennen kunnen. Um, en zo kun je gewoon uren bezig blijven om stofdeeltjes uit je lucht te halen. En in dit geval had ik natuurlijk niet de foto op F22 moeten maken. Dat is het maximale diafragma wat mijn lens aan kan. De dus 70-200 in dit geval. Um, ik had dit ook gewoon op 5,6 kunnen doen. En dan waren de stofdeeltjes heel wat minder geweest. Maar speciaal voor jullie heb ik de camera gewoon daarop ingesteld. Omdat ik wist: dan krijg ik stofdeeltjes te zien. En dan kan ik jullie ook uitleggen hoe je dat weghaalt met camera. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Uh, vind je deze video leuk? Geef onderin even een duimpje of neem een abonnement op mijn kanaal voor de volgende filmpjes. Doei doei!